Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een bakvideo. En ik heb dat nog nooit opgenomen, maar ik vond dit echt een superleuk idee. En zeker natuurlijk in deze tijd dat iedereen zich verveelt, dacht ik, hier hebben jullie ook echt wat aan. En wat ik vandaag ga maken zijn red velvet muffins, dus daar heb ik ook echt super veel zin in. En het is ook echt een heel leuk concept, dus ik ga jullie even laten zien hoe ik hier aan kom. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet, abonneert op mijn kanaal en even een kijkje neemt in de beschrijving. In deze tijd zitten we natuurlijk allemaal thuis door het coronavirus en vervelen we ons echt dood. En daarom kan je heel makkelijk een box bestellen met alles erin om bijvoorbeeld een mooie taart of muffins te maken. Dus dat is super handig. Je kan dit gewoon thuis doen achter je laptop en je gaat naar de site van de Bakery Babes. En je kiest daar gewoon een leuke box uit met van wat je wil maken of waar je zin in hebt om te maken. Je hebt ook speciale boxen voor kinderen of suikervrije recepten en voor de rest heb je echt heel veel keuzes. Nou, ik ga vandaag de Red Velvet Muffins maken. Dus deze plaats ik dan in mijn winkelmandje. En bij het afrekenen kan je ook nog de code Janette5 invullen voor korting. Dus dat is ook nog eens super leuk. En als je het op werkdagen voor 3 uur bestelt, dan heb je het zelfs al de volgende dag in huis. Dus dan kan je de volgende dag gelijk beginnen met bakken. Super handig. En nu ga ik jullie laten zien hoe ik dus de Red Velvet Muffins heb gemaakt. Stap 1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Stap 2. Voeg de eieren, het kristalsuiker, het vanillesuiker en het zout samen in 1 kom. Klop alles samen tot een mooi luchtig beslag. Stap 3. Smelt de boter, voeg het toe aan het beslag en mix het allemaal nog even goed door elkaar. Stap 4. Voeg bij het beslag de yoghurt en de kleurstof toe en maak het tot een mooi rood geheel. Stap 5. Voeg de cacao en de bloem schep voor schep toe en mix het dan nog allemaal even goed door elkaar. Stap 6. Doe de azijn en de baking soda in een apart schaaltje en voeg dit daarna voorzichtig aan het beslag toe en mix het nog even door. Stap 7.
Stap 7. Vul de muffinvormpjes met ongeveer 2/3 met het beslag. En doe het daarna in de oven voor 20 à 30 minuten. Je moet het goed in de gaten houden. En nu kan je ook nog een hele lekkere topping maken. En dit doe je door. Om de topping te maken moet je 1 zakje vanillesuiker, de poedersuiker en de witte chocolade goed door elkaar mixen. Dit waren dus de Red Velvet Muffins en ik vond het echt super leuk om te doen. En lijkt het jou nou ook heel leuk om zelf een taart te maken deze tijd of muffins? Dan kan je dat dus bestellen bij de Bakery Babes. En dan krijg je ook met mijn kortingscode Janette5 krijg je 5% korting. En als je dat hebt gedaan zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een foto naar me stuurt via Instagram of in je story zet. En dan zou ik die delen. En dan zie ik jullie gewoon weer heel snel bij een nieuwe video. Doei doei!